Eigenlijk moet ik toch nog een keertje mijn best doen om nog een keer die Flareon gewoon proberen te vangen, man. Een Flareon is wel echt een hele mooie Pokémon. Hele leuke. Hij past nu niet meer echt in mijn team, maar ik ga het toch proberen. Flareon, we gaan je nog een keertje proberen te vangen, jongen. Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn bijna klaar met deze Pokémon Fire-type Only Challenge in Pokémon Shield. Maar we moeten Leon nog verslaan. En ik zal je eerlijk zeggen, mijn Pokémon zijn nog een beetje te laag level, denk ik, om Leon te verslaan. Leon's Pokémon zijn namelijk allemaal level 62 of hoger. Dus zijn laagste Pokémon is sterker dan mijn hoogste level Pokémon. Dus ja, dit wordt een lekker trainingsvideootje. En nou dacht ik, nou, ik ga gewoon even lekker in de Wild Area rondlopen. En dan gaan we gewoon alle Pokémon raten die we tegenkomen. Bijvoorbeeld deze Abomasnow. Ik vind Abomasnow een baas. Het is een gigantische Pokémon, sneeuw-Pokémon. We gaan hem waarschijnlijk best wel makkelijk verslaan. Maar Abomasnow is best wel een goede ijs-Pokémon volgens mij. Ik vind het sowieso vaak wel tof. Van die Pokémon die gewoon onwijs groot zijn. Roar! Net als Colossal, dat vind ik ook een baas. Abomasnow, ik zou Abomasnow denk ik een goede 7 geven als cijfer. Ik vind zijn design voor de rest misschien niet heel bijzonder. Maar oké, het is een prima Pokémon. Terwijl Ronald nu Chord Change wil leren. Ik weet niet wat dat is. The user swaps the effect on either side of the field. Ja, maar ik heb deze aanval allemaal nodig, jongens. Het kan wel handig zijn. Maar ik heb het maar even niet geleerd. Dionne gaat naar level 57. En dan gaan we de volgende Pokémon opzoeken. Kijk, hier zo. Die vind ik ook wel cool, hoor. Deze vogel. Corviknight vind ik een hele toffe eindevolutie. Maar Corvus Squire is een superleuke tussenevolutie. Sowieso de rookie die Corvus Squire, Corviknight evolutielijn. Ja, die zou ik best wel hoog raten. Ik denk dat ik die eigenlijk allemaal wel een 8 geef of zo. Behalve dat hij nu Swagger doet. Dat is echt heel naar. Ik heb mijn aanval net ook gemist. Ik ga nu ook gewoon vluchten. Daar ga ik niet te veel moeite voor doen. De Corvi familie krijgt van mij allemaal wel een 8. En de vraag van de dag is, wat vind je nou de stomste Pokémon ooit? Wat is nou echt een hele gare Pokémon. Ja, ik zou denk ik gaan voor die ijsjes. Vanillite, Vanilluxe en Vanillish. Waarom? Een ijsje hoor je te eten. Dat hoort geen Pokémon te zijn. Ik vind dat echt... Nee, man. Nee, die zou ik echt een 1 geven. Ik denk dat ik dat de stomste Pokémon ooit vind. Die hele lijn. Die Vanillite, Vanilluxe, Vanillish. Nee, dat doet het niet voor mij. Corviknight, die komen we hier tegen. Die vind ik wel heel tof. En ondertussen ben ik dus lekker met Teampie aan het raten. En dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal... Oh, hier nog een baas van een Pokémon trouwens, jongens. Hawlucha. Dit is echt een hele vette Pokémon. Misschien zet ik deze nog boven Corviknight, Hawlucha. Hawlucha is ook gewoon een soort van classic Pokémon al. Ik weet niet, ik vind hem gewoon heel tof. Die kleurtjes, zijn look, zijn pose, de typing die hij heeft, die ik laatst een beetje heb geleerd. Ik weet niet waarom ik er ooit bij kwam dat het misschien ooit een Fire-type Pokémon zou zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Hawlucha is cool. Hawlucha krijgt van mij sowieso wel een 8,5. Maar ik denk dat hij down gaat door de hagel. Ja, sorry Hawlucha. Ja, van de Pokémon die ik tot nu toe ben tegengekomen, vind ik Hawlucha het tofste. Wat vinden we hier? Koffing. Koffing krijgt van mij een 7-min. Vind ik wel een leuke Pokémon, niet super bijzonder. Hier Nickit. Nickit, het design van Nickit vind ik ook heel cool. Alleen Nickit vind ik gewoon niet zo'n hele goede Pokémon. Oh nee, hier wil ik niet mee battelen. Die kent Ground-type moves, Flygon. Wat is daar gaande? Oh, Steelix. Ja, Steelix is ook nice. Maar ja, als je een vuurteam hebt, dan is Steelix wel behoorlijk kansloos. Steelix krijgt van mij ook een 7,5. Ik vind Corviknight net iets cooler, maar Steelix mag er ook zeker wel zijn. Oké, ik zeg net dat Steelix super makkelijk down gaat, maar hij overleeft deze aanval echt super easy. Huh? Wat is er gebeurd met deze Steelix? Is dit een 100% Steelix of zo die ik hier een Pyro Ball op zijn hoofd ga schoppen? Hoe kan die Steelix zo sterk zijn? Hoe kan die dat overleven allemaal? Nou ja, dit in ieder geval niet. Alright, let's go. Hier zien we een Toxicroak. Dat vind ik een echte baas. Toxicroak die schaal ik in dezelfde schaal als Hawlucha. Die krijgt ook gewoon een dikke 8,5. Ik vind Croagunk en Toxicroak gewoon heel tof. Hey, we komen met Machokes tegen. Machokes kregen van mij een 7,5 ook. Oh, kijk, hier, Ditto. Dit is wel een 5-star Ditto. Eigenlijk wil ik dit gewoon gaan proberen. Ik mag hem niet gaan gebruiken in mijn playthrough natuurlijk. Maar hey, een 5-star Ditto, die wil ik niet laten lopen, hoor. Eens even kijken wat Max Flare doet. Oké, dat doet genoeg damage. Nice. Ik heb ook een Heatmur bij me en een Celeste om het flamethrower. Dus dat is lekker. Oh, hij heeft een... Gewoon een 6 schild, jongens. Oké, op wie transformt hij? Hij transformt op Heatmore. Solrock doet nou Rock Throw. Dat is super effective. Maar ja, hij heeft nog wel zijn schild. Dus ja, dit is een beetje balen. Max Flare!
Flare. Ja, nu doet het een stuk minder damage, omdat het natuurlijk een Fire-type is geworden. Ja, zijn Max Flares, die doen het ook niet zo goed tegen mij natuurlijk. Dus dat is wel relaxed. Duurt alleen een beetje lang. Oké, we hebben hem bijna. Ja hoor, Sludge Bomb van Celesto is genoeg. En dan gaan we nu proberen om die Ditto te vangen, jongens. Ik ga het proberen met een Dusk Ball. Een Dusk Ball geeft de hoogste kans op het moment dat je een Pokémon nog niet gevangen hebt. Want anders geeft een Repeat Ball de hoogste kans. Dusk Ball zou moeten werken, omdat het hier dus ook donker is. Maar ja, het is nog niet gezegd dat ik hem vang, jongens. Ik ben benieuwd. 1, 2, dit gaat de goede kant op. 3, heb ik hem? Nice, oké. Dat is in ieder geval een goede Ditto erbij. Dat is super handig voor bij het breeden. Alleen jammer dat het geen buitenlandse Ditto is natuurlijk. Maar we krijgen ook Experience Candies. Een XL, een L en een Rare Candy. En dat is natuurlijk super lekker om een Pokémon nu ook even te trainen. Dus we kijken wat we nu meer voor grote Pokémon tegen gaan komen. Een Seismitoad. Nee, daar ga ik ook niet mee battelen. Wat hier allemaal is, Noibat en Noivern zijn cool. Die zou ik richting de 8 geven. En een Staffan en Beware krijgen ook ongeveer een 7,5 van mij. Galarian Zigzagoon vind ik trouwens wel heel nice. Die krijgt een 8,5. En Machop krijgt ongeveer een 7'tje. En dan hebben we hier Serena. Serena vind ik ook wel leuk hoor. Krijgt ook gewoon een dikke 7,5. En als het goed is, kan ik Serena best wel makkelijk verslaan. Nou, daar moet ik nog niet te makkelijk over denken. Want ik heb gewoon nog even 2 beurtjes nodig om Serena te verslaan. Hoppa. Oké, chill. Terwijl Don nu naar level 60 ook gaat. Yo, Gengar. Gengar, ja. Gengar krijgt van mij toch echt wel... Ik wou eigenlijk zeggen een 9,5. Maar Scyther krijgt van mij die 9,5. Of krijgt Scyther van mij een 10. Laat ik een Gengar dan gewoon een 9,4 geven, jongens. Gengar is echt een van mijn favoriete Pokémon. Ik vind het zo'n basie. Zijn design, zijn karakter. Het is echt een troll. Ja, ik vind Gengar echt super nice. Ronald ging ondertussen lekker naar leveltje 63. We hebben hier een Rhyhorn. Rhyhorn krijgt van mij een 6,8. Noctowl vind ik ook wel nice. Vooral de shiny vorm natuurlijk. Noctowl krijgt van mij een 7,6 of zo. Zou ik een van mijn Pokémon Surf kunnen leren? Dat zou lekker zijn, hè? Ik denk het niet. Maar ik heb dat ding toch gekocht. Surf, nee. Niemand kan het leren. Surf had me echt heel veel verder kunnen helpen, jongens. Terwijl we hier allemaal Arcanine zien. Natuurlijk ook super cool. Arcanine, ja. Arcanine krijgt van mij ook een 9, hoor. Het design van Arcanine is zo mooi. Ik heb hem natuurlijk net ingeruild. Arcanine zit nu net niet meer in mijn team. Maar Arcanine vind ik wel echt heel nice. Hele leuke Pokémon. Alleen ja, je moet keuzes maken, hè. En dan ga ik toch voor een Pokémon die ook Electric-type moves kent. Dat kan ik echt heel goed gebruiken. Dan, hier, Graplocked. Vind ik ook wel een hele leuke nieuwe Pokémon uit Galar. Die haalt het niet bij Gengar of Scyther. Hij gaat echt niet naar de 9. Hij gaat ook ongeveer richting die 7,5. Is gewoon een prima Pokémonnetje. Helemaal niks mis mee. Kan echt een zijn trouwens om tegen te vechten. Als je geen Ghost-type Pokémon hebt. Want hij is best wel sterk. Maar ja, als het goed is kan hij helemaal niks doen tegen mijn Thomas. Kijk, zie je, hij mist alles al. Heel nice. Thomas kan het gewoon easy fixen met Shadow Ball. Rustig aan. Hij kan me toch niet raken. Dus dat is echt heel lekker. En Graplock is down. En Graplock gaat gewoon even wat XP'tjes inleveren bij mij. En Thomas gaat naar leveltje 58. Okidoki, wat zit hier nog meer? Een Flareon. Heb ik nou al een keer... Ik heb nog geen Flareon gevangen. Eigenlijk moet ik toch nog een keertje mijn best doen. Om nog een keer die Flareon gewoon proberen te vangen, man. Een Flareon is wel echt een hele mooie Pokémon. Hele leuke. Hij past nu niet meer echt in mijn team. Maar ik ga het toch proberen. Flareon, we gaan je nog een keertje proberen te vangen, jongen. Let's go. Oké, meer dan de helft van zijn HP is down. Hij doet Last Resort, maar dat raakt mij natuurlijk niet. Heb ik nog Ultra Balls? Ja, ik heb genoeg Ultra Balls. 21, maar liefst. Hoppakee. Kom maar. 1. Nee, oké. Die Flareon doet toch wel lastig, hoor. Wel nice dat hij me niet kan raken met zijn Last Resort. Anders killt hij zichzelf dadelijk gewoon. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. 1. En 2. Oké, dat is al meer dan daarnet. 3. Oké, dat is de... Oké, we hebben toch een Flareon gevangen in deze Fire-type-only challenge, hoor. Lekker! Terwijl Bardo en Dionne beide naar level 58 gaan. En Dionne wil Flamethrower leren. Kijk, dat is lekker. Want Flamethrower is sneller dan Incinerate. Alleen, ja, Incinerate raak je wel meerdere tegenstanders bij, natuurlijk. Maar goed, ik ga dan toch voor Flamethrower. Want het komt vaker voor dat je tegen één enemy battelt dan tegen twee. Lekker, Flamethrowertje voor Dionne. Dan moeten we nu even verzinnen welke YouTuber Flareon is. Is het Link-tijger? Het is dan wel geen tijger, het is een vosje. Maar ik vind Link eigenlijk wel een Flareon. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel mee kunnen leven. Hoppakee, Linky! Ik weet alleen niet of jullie er allemaal mee kunnen leven dat hij niet in mijn team komt.
Sorry Link, je gaat naar de box. Maar we hebben in ieder geval een Flareon gevangen in deze challenge. Dus dat is wel heel nice. Dan Heatmore. Ik vind het design van Heatmore niet nice. Heatmore is een beetje... Ja, hij heeft zo'n soort van navelstreng aan zich hangen, lijkt het soms wel. Heel gek. Ik ben niet zo'n fan van het design van Heatmore. Heatmore zou ik een 6,5 geven. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan Turdinator veel toffer vind dan Heatmore. Oké, Thomas. Wou je deze Arcanine ook aan? Je bent in ieder geval sneller dan deze Arcanine. Dus dat is wel een goed begin. Maar ik denk dat we hem... we moeten hem 2 keer raken. Oh, hij doet Bite. Dat is niet chill. Dat is helemaal niet chill. Gelukkig doet hij geen Crunch. Als hij Crunch had gedaan, dan hadden we waarschijnlijk echt een groot probleem gehad. Lekker Thomas. 2 keer Shadowballetje erop. En klaar met die Arcanine. Job gaat nu naar level 61. Onze Rotom. Onze nieuweling in het team. En wat zien we hier voor de rest nog allemaal andere Pokémon? Ik heb het trouwens nog helemaal niet gehad over Ditto. Ditto vind ik een hele leuke Pokémon. Lekker eigenwijs, daar hou ik van. Het is gewoon een klein blobje. En hij kan in iedereen veranderen. Alleen daarvoor verdient Ditto al een 8. Chandler, ja man. Chandler is een dikke baas. Chandler krijgt van mij zeker ook wel een 8,7 of zo. Ik hou van Chandler. Ik heb altijd wel een beetje een zwak gehad voor Chandler. Ik weet niet zo goed waarom, maar ook Litwick, jongen. Litwick vind ik ook zo tof. Gewoon zo'n klein kaarsje. Ik weet niet. Het verhaal is wel een beetje luguber, hè, achter Litwick. Dat heb ik al vaker verteld, het verhaal van Litwick en zo. Maar Chandler is een absolute eindbaas. Alleen, we verslaan hem wel vrij makkelijk. Don gaat gelijk 3000 XP omhoog. Heerlijk. Ja, Golurk vind ik niet zo tof. Ik weet niet of ik dat net al heb gezegd, maar dat is echt maar... Ja, dat vind ik niet zo'n hele leuke Pokémon. Die krijgt eigenlijk gewoon een... Ik weet niet of ik hem zelfs een voldoende zou geven. Misschien krijgt Golurk van mij gewoon een 5. Wat loopt hier trouwens allemaal? Oh, Cupchew. Nee, dat vind ik ook niet zo'n hele leuke Pokémon. Dat is gewoon een beer met een snottenbel aan zijn bek. Die krijgt van mij ook een 5 of zo. Sneasel. Daarentegen. Sneasel vind ik wel leuk. Sneasel krijgt van mij een 7,8. Vind ik iets leuker dan de gemiddelde Pokémon. Maar het is niet zo dat ik echt helemaal lijp word als ik een Sneasel zie. Dat nou ook weer niet. Dat is bijvoorbeeld met Gengar en zo wel. Dan komt die Sneasel Heatcrash op je bakkes. Doei Sneasel. Ja, op dit moment is de Wild Area gewoon de beste plek om te trainen voor mij. Om me klaar te maken voor mijn battle met Leon, jongens. Want ik had echt het gevoel dat ik daar nog helemaal niet klaar voor was. Oh, misschien kunnen we even met haar battelen. Ze heeft altijd wel sterke Pokémon. Dus laten we even met haar battelen. Misschien krijgen we hier dan ook wel wat XP'tjes van. Ik hoop wel trouwens dat we het gewoon nog gaan redden tegen haar. Dat ik niet helemaal word afgemaakt door haar. Ze begint met een reboot. Oh, is level 30. Ah, jammer. Die reboot is alsnog gewoon sneller, hè? Level 30 reboot is sneller dan mijn Don die level 60 is. Oké, kom op Don. Easy fix. Nou, dan krijgen we hier toch niet zo heel veel XP voor, ben ik bang. Zie je? Nee, dat is echt heel weinig. Hoppakee, daar gaat Drizzle ook. Die Drizzle vind ik trouwens echt heel nice. Ik vind Drizzle denk ik de leukste evolutie van Sobble, Drizzle en Inteleon. Dan vind ik Drizzle gewoon een tof zijn. Dat heb ik bijna nooit. Wat ik de middelste van de evolutielijn het allerleukst vind. Maar bij Drizzle is dat wel zo. Twacky vind ik ook wel leuk. Maar ik vind Twacky iets minder leuk dan Drizzle. Drizzle zou van mij denk ik echt wel richting die 8,5 gaan. Twacky zou voor mij gewoon op een 7,8 zitten of zo. Het is een beetje hetzelfde als Sneasel. Nou, dit was niet wat ik ervan verwacht had, jongens. Maar ik krijg gewoon 9000 Pokémonies. So we have some more money in the bank. Oké, ik zoek sterke Pokémon, jongens. Ja. Clang. Krijgen we ook niet heel veel XP voor, denk ik. Heatcrashy er bovenop en dan is het wel klaar. 1849. Don gaat wel naar level 61. Hier zijn nog wat raids, maar ja. Oké, misschien moeten we even tegen deze Mr. Rhyme vechten. Zou lekker zijn als we dit gewoon snel kunnen fixen. Het is natuurlijk een ijstype Pokémon. Dus ja, met mijn vuuraanvallen moet ik wel een beetje snel hem kunnen klaren. Maar ja, het hangt ook een beetje van je teamgenoten af. Net hadden we best wel goede teamgenoten. Met een Solrock en een Heatmore en een Salazzle. Ik weet niet zo goed wat ik nu bij me heb. Hawlucha, Wobbuffet en Togepi. Ja, dat is toch net even wat minder. Hawlucha begint met Flying Press. Gaat Togepi gelijk genakt worden? Oh my gosh. Togepi is gelijk dood. Of niet? Oh, hij heeft een Focus Sash. Oké. Daarmee overleeft hij het nu nog even. Come on, Don. Max Flare op zijn bakkes. Oh, dat doet veel te weinig damage. Kan ik hier uit? Dit duurt veel te lang. Ik wil weg. Run. Can't escape. Ik kom zo bij jullie terug over 10 minuten of zo. Dit gaat veel te lang duren. Oké, jongens. Ik hoop dat ik hem pak nu. Dan moet ik hem... Ik pak hem nu. 2 keer geraakt. Mr. Rhyme is down. Dan krijgen we weer wat candies en zo. Ik weet niet waarom ik dit deed. Ja, voor de candies deed ik dit. Maar ik mag hem sowieso niet vangen. Dus dat ga ik ook niet doen. Doei, Mr. Rhyme. Kijk, 2 L experience candies. 1 XL'tje. En een rare candy nog. Dus dat is lekker. Daarmee gaat het trainen op zich wel aardig snel. Wat hoor ik
hier voor Pokémon. Oh, kijk, een Pumpkaboo. Dat vind ik ook een leuke hoor. Dat vind ik een hele leuke design. Pumpkaboo en Gourgeist krijgen van mij ook wel een 7,9, denk ik. Ik vind het wel bovengemiddeld leuke Pokémon. Alleen is die wel sneller met zijn Shadow Ball. Ik krijg hier niet zoveel XP voor. Dat is wel jammer. Dus we gaan door. Even snel naar een ander deel van de map. Laten we even helemaal hier naar beneden gaan. En ik heb Job even als eerste in mijn team gezet. Oh, terwijl het hier wel... Het is wel een zandstorm gaande. Dat is minder. Ik hoor allerlei Pokémon. Ik zie ze alleen niet. Hier hebben we Diggersby. Dan ga ik toch maar gewoon even naar Ronald switchen. Ja, Diggersby. Ik vind dat zo'n raar gek konijn. En ja, dan vind ik mijn konijn toch wel toffer. Dus even kijken wat ik met Double Kick kan doen. Ja, dan is zijn voorevolutie zo schattig. En dan evolueert hij in een Diggersby. En dan is het in één keer helemaal geen schattig konijn meer. Ik vraag me wel een beetje af. Is deze Pokémon eigenlijk zo lelijk dat hij weer tof wordt? Dat heb je ook wel eens. Ik weet niet zo goed wat ik voor cijfer aan Diggersby zou moeten geven. Laat maar even weten in de comments. Want ik twijfel heel erg of dit nou een Pokémon is waar je een 5 of een 4,5 aan geeft. Of dat het toch ook wel gewoon een 7'tje is. Hier loopt een Mudsdale. Daar ga ik niet mee battelen, want die sloopt mij. Mudsdale vind ik cool. Mudsdale krijgt van mij een 8'ie. Of een 8. Misschien is een 8 wel heel erg hoog trouwens. Nee, geen 8. Hij krijgt van mij een 7,3. Dan heb je hier een Satu. Satu vind ik wel cool. Wat een baas. Oh, wil je niet battelen met mij? Kom battelen. Kom battelen. Kom dan. Natu en Satu vind ik wel apart. Het is wel een beetje een derpy Pokémon of zo, maar toch vind ik ze wel cool. Ook Satu krijgt van mij wel een goede 7,5. Een 7,5 is een beetje van... Ik vind je een coole Pokémon, maar ik vind je niet de allerbijzonderste Pokémon. Dat zijn een beetje mijn 7,5'jes. Als ik je een 7'tje of een 6,5'je vind, dan vind ik je nog steeds wel cool. Maar ja, dan zou ik je niet heel snel in mijn team doen. Terwijl trouwens Ronald en Thomas nu een leveltje omhoog gaan. Ronald is een level 64, dus dat is heerlijk. Laten we toch even kijken of we Job weer op de eerste plek kunnen zetten. Of we hem kunnen gaan testen. Het loopt hier nog rond. Hier loopt ook altijd een Pokémon rond. Als je hier naar links gaat, dan moet hij wat lopen. Oké, het is een Mamoswine. Maar Mamoswine, ja. Nee, Pillowswine hebben we het over, Rick. Pillowswine vind ik nog niet zo cool. Pillowswine zal voor mij een 7'tje zijn. Maar Mamoswine daarentegen, die zou ik wel een 8 geven, hoor. Terwijl, ja, Job doet zijn werk wel goed. Hoppakee. Mamoswine krijgt van mij een 8. Ik vind Mamoswine ook wel toffer nog dan Abomasnow, denk ik. Maar Swinup en Pillowswine, nee, dit zijn niet hele toffe Pokémon of zo. Dan hebben we hier een Leapard. Leapard is voor mij een 7'tje. Vind ik wel oké, maar vind ik niet super tof of zo. Nou, eens even kijken. We kunnen natuurlijk Discharge proberen. Eens even kijken hoeveel pijn dat doet op een Leapard. Nou, dat is wel aardig. Dat is wel nice. Ik denk dat ik wel blij ben met Job in mijn team, jongens. Hij is natuurlijk ook wel lekker snel, dus dat is ook wel fijn. Ah, het is wel jammer dat Job voor de rest niet zulke hele goede aanvallen kent op dit moment. Maar we kunnen natuurlijk nog wel eventjes gaan kijken wat hij al zou moeten kunnen bij het Pokémon Center. Misschien helpt dat. Kijk, hier heb je echt mijn... Dit vind ik echt zo'n beetje de stomste Pokémon ooit. Stomme ijsjes. Ik hou wel van ijsjes, maar niet van deze ijsjes. Oké, laten we deze Corviknight pakken, jongens. Corviknight! Oké, let's go. Doe dan maar overheat, jongen. Daarmee zou je hem denk ik wel in één keer moeten kunnen slopen, toch? Ja, lekker. Corviknight is echt een heerlijke tegenstander voor ons. Bardo en Dionne gaan weer allebei een leveltje omhoog. En ook Job gaat een leveltje omhoog. We komen zo langzamerhand in de buurt van de levels die we moeten hebben om tegen Leon te gaan battelen. Maar eigenlijk vind ik alleen Job en Ronald tot nu toe op het level. Thomas, Bardo en Dionne moeten echt nog even wat sterker worden. Misschien is dit wel het moment om ze rare candies te gaan geven. Of zal ik ze eerst gewoon XP candies geven? Laten we dat eerst doen. Thomas, hier, een XP candy voor jou. Ah, dit is misschien toch niet helemaal slim. Oké. Dit helpt. Oh, ik geef er per ongeluk nog één aan Thomas. Thomas is in enkel level 64. Die moest eigenlijk naar Bardo of Dion. Hier, Bardo. Jij mag ook één, jongen. Oh, dit is wel heel relaxed. Bardo wil nu lunge leren. Wat is lunge? Dat is een physical attack van 80. Bugbite is een physical attack van 60. Oké. Dit gaan we doen, man. Lunge is beter dan Bugbite. Nice. Kijk, nu komen we ergens. Dan krijgt Dionne er ook nog eentje. En Dionne gaat daarmee naar level 61 ook. Heerlijk. Ja, dit is top. En dan hebben we nog wat L-candies. Experience candies L. Ik geef er even eentje aan Don. Dat is 10.000. Nice. Die gaat ermee naar level 62. En ook Bardo en Dion gaan er sowieso minimaal eentje krijgen. Voor mij misschien wel twee. Oké, nice. Bardo level 62. Kijk, dit is top, jongens. Dionne. Hoppakee, ook naar level 62. Dan hebben we toch die battles allemaal niet voor niks gedaan, hè? Die raid battles. Hier, Job, jij mag er ook nog eentje van mij. Hoppakee, level 63. En weet je, ik geef er ook nog eentje aan Bardo. Hoppakee. Dan heb ik nog twee rare candies over, waarvan ik er eentje aan Job ga geven. Want die heeft heel weinig XP nu, dus dit heeft het meeste zin, denk ik. Kijk,
Hoppakee. Leveltje 64. Dan gaan we nog heel even kijken of we nog wat makkelijk XP kunnen pakken door bepaalde Pokémon te verslaan. Kijk, ik wil sowieso even afrekenen met dit ijsje. Stomme ijsjes. Stomme Pokémon dit man. Sorry, als jij deze Pokémon wel tof vindt, dan heb ik je heel erg beledigd in deze video. Het was niet mijn bedoeling, maar ik kan er niks aan doen. Ik vind hem gewoon niet leuk en blijkbaar hoort hij mij nu, want hij ontwijkt mijn aanval. Hij heeft me gewoon gehoord. Hoppakee, overheat erop. Baba vanillish. Don is opeens gewoon het laagste level, jongens. Terwijl Don altijd een van degenen was die ongeveer het hoogste level was. Pakken nog even Thunderstone op. Even kijken wat hier voor Pokémon rondloopt. Als hier iemand rondloopt. Hallo? Hallo, Pokémon. Where is them Pokémon? I cannot find a Pokémon. Oh, we hebben hier Ghastlies. Ghastlies zijn ook cool. En matchups, daar hebben we het al over gehad. Oh, kijk, deze kunnen we nog even pakken. Ponyard. Oh nee, is evolutie. Bisharp. Bisharp vind ik niet heel cool. Nee, ik ben maar 6,8 of zo. Ik weet dat sommige van jullie Bisharp ook cool vinden. Sommige van jullie beledig ik nu ook weer. Ik, 6,8. Zeventje. Het is geen verkeerde Pokémon. Doet me alleen helemaal niks. Oké, jongens, als Don nog één leveltje omhoog gaat, dan ga ik hem daarna nog een Rare Candytje geven. En dan, Steelixie. Altijd lekker. Altijd lekker voor de XP. Maar dan zijn we daarna dus, hopelijk ready voor onze battle met Leon. Dat is toch even wat beter dan dat ze allemaal level 56, 57 en 58 zijn. Ik ben echt bang dat ik het daar nooit mee had gered, de battle tegen Leon. Met zijn level 62 Pokémon en zo. Dat gaat hem niet worden, man. Ik weet trouwens waarom ik hem pijn en geen pijn doe. Met mijn Heatcrash, dat is een aanval. Daarmee doe ik een Pokémon pijn. Als ik veel zwaarder ben dan die Pokémon. Maar ik denk dat Steelix gewoon serieus heel veel zwaarder is dan mijn Colossal. En daarom doe ik bijna geen damage. Oké, jongens, doe dik meer. Hij doet allemaal. Oké, Steelix is mij te slim af, jongens. Ik moet nu gewoon switchen. Deze Steelix, jongen, die denkt van, nee, jij komt hier voor gratis XP. Ik ga jou echt niet zomaar gratis XP geven. En ik begrijp dat. En ik heb daar respect voor. Maar ik ga daar wel mee om op een manier dat ik je toch ga verslaan, Steelix. Wat denken jij? Jij denken jij bent stoer? Hoppakee. Kijk. En dat was Steelixie. Ja, kijk, ze gaan wel bijna allemaal nu nog een level omhoog gaan. Nu wil ik toch nog heel even doortrainen. Dat ze allemaal net dat extra level omhoog zijn. Ja, nee, dit gaan we niet doen. We gaan niet tegen een water. Nee, we gaan niet tegen een water Pokémon Kingler. Hier, dan gaan we wel even tegen een Skuntankie. Skuntank vind ik heel cool. Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die Skuntank cool vindt. Ik heb gewoon een zwak voor Poison type Pokémon. Dat zijn zulke troll Pokémon. Ja, en Skuntank vind ik gewoon een baas. Ik weet niet. Is Skuntank recht van mij gewoon een 8,2? Ja hoor, ik doe het gewoon. Stunky en Skuntank zijn twee dikke bazen. Oh, Skuntank doet nu Explosion. Die gaat zichzelf mollen. Maar ja, ik ben net onder de grond omdat ik dik gebruik. Dus thanks man. Dit was niet heel handig, vriend. Oké, Don is een leveltje omhoog. Dion is er bijna. Bardo is er bijna. Ja, en Ronald en Thomas zijn er ook bijna. Don wil nu Burn-up leren. Dit kan op zich wel handig zijn, jongens. Hiermee zorg ik er namelijk voor dat ik geen Fire-type Pokémon meer ben. Dus dan ben ik alleen nog een Rock-type Pokémon. Of heb ik dan juist meer weaknesses? Kijk, voor water maakt het op zich niet uit. Ja, misschien moet ik dit toch maar niet doen. Oké, dan krijgt Don nu die Rare Candy van mij. Dan is hij gelijk, hoppakee, leveltje 64. En als ik nog één battletje doe met Bardo, dan zijn Bardo en Dion ook gelijk een level omhoog. Laten we gaan battelen tegen deze matchup. En dan. Dan gaan we het proberen. Het is alleen niet de meest ideale matchup, denk ik. Misschien moeten we toch maar een beetje uit gaan kijken. Doe maar gewoon Fire Lash. Ja, nee, we hebben hem nog niet kapot. Oké. Dynamic Punch ook. Hij raakt me niet. Lekker. Heerlijk dit. Oké. Dan is het klaar met matchup. En dan gaat. Oh, Dionne gaat nu wel het leveltje omhoog. Maar Bardo zelf nog niet. Dat is ook een beetje lullig, hè? Doet Bardo zo zijn best? Gaat hij zelf niet eens een level omhoog? Nou, weet je wat? Ik moet toch nog omrijden. Dit is echt de allerlaatste. Galvantula. Dit is trouwens ook wel een leuke Pokémon. Ik heb Galvantula nog nooit gebruikt. Heeft iemand van jullie Galvantula ooit wel eens een keer gebruikt? Ik kan me wel voorstellen dat het wel een hele vette Pokémon is. Ik zou Galvantula ook wel die 7,7 gunnen. Hoppakee. Maar ja, we pakken hem wel gelijk. Hoppakee. Lekker. Het is natuurlijk ook een Bug-type Pokémon, dus dat gaat wel lekker snel met Fire. Bardo naar level 64. En daarmee zijn we aan het einde gekomen voor deze video. Ik denk dat ik misschien nu een goede kans maak tegen Leon om Pokémon kampioen te gaan worden, jongens. Deze aflevering was echt even nodig. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met het raten van de Pokémon in de Wateria. Doe in dat geval zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!